Sind das ich? Ja. Jongens, meisjes, u weet het, het is de laatste wedstrijd van het seizoen 2014 wat betreft de weg natuurlijk. Maar ik ga uiteraard ook een beetje reclame maken voor dat veldrijden. Want dat start al zondag 12 oktober. En kunnen jullie te gast zijn op het Zilvermeer in Mol voor een wedstrijd voor minime en aspiranten. Even misschien toch de lijst overlopen van de deelnemers hier met de terugnummer 1 hebben we Stijn van Waalderen, 2 is Hisse Machielse, 3 Luca van Hout, 4 Kobe Simons, 5 Sven Bruurs, 6 Thibaut Nijs, 7 Jussi Gijsemans, 8 Maarten van Alphen, 9 Tristan van Rooij, 10 Dries de Poter, 11 Flore Wiene, 12 Elias Belmans, 13 Fien Belmans, 14 Liam Goos, 15 Jenzo Cornelissens, 16 Emile Dumont, 17 Ibo Goijvaerts, 18 Ben Matteve, 19 Julie Brouwers, 20 Seppe Martens, 21 Jordi Verlinde, 22 Chef Peters, 23 Dennis Houtmeijers, 24 Dante De Roek, 25 Thijs van Loveren, 26 Lynn Jacobs, 27 Stefanie Kems en 28 Bram Willems. Voilà, we weten ondertussen ook dat er 3 dames deelnemen bij deze 12-jarige. Met de rug nummer 13 is dat Fien Belmans, 19 Julie Brouwers en 27 Stefanie Kems. Einde. Eerste ronde, jongens, met de top 4. Luca van Hout, 11. En ik zag ook weer terug nummer 8, dacht ik. Van onze voorlopige koplopers. Maar er is al serieus wat afscheiding hier bij die groep. Dat betekent dat er al snel is gereden in die eerste ronde. We hebben 10, 11, 6 en 3. 10, 11, 6 en 3. 4 koplopers zijn Luca van Hout, Thibaut Nijs, Dries de Poter en Flore Wiene. Nou, u ziet het zelf, mensen. Ik ken het parcours natuurlijk ook zelf niet van buiten, maar ik vermoed dat het wel bochtig is. Ja, dat kan selectief zijn, dat kan selectief te werk gaan.
30 materialen eigenlijk. De eerste was Fireball van Pitbull met John Ryan. Stond gisteren op nummer 4. En net hoorde je Naughty Boy met Family van de Hoogte. Maar dat is een goede hoek naar het voren gekomen. En onze vier koplopers op het einde van de derde ronde. Oelala, ik zou zeggen een straatvoorsprong hebben ze al. Nou ja, dat zijn er ongeveer een 13, 14. En één of twee jongens die misschien hun wagonnetje nog kunnen inpikken. Zoals 28 en 5. Ik zou in ieder geval toch de moeite doen. Wel, de politie doet natuurlijk teken met het fluitsignaal. Maar goed, wees toch voorzichtig voorbij de bocht wanneer je oversteekt, want de renners liggen. Dat zou dan Thibaut Nijs moeten zijn. Is die gevallen of is die plat gereden? Ja, dat weten we natuurlijk niet, hè. De medezeggenschap van 14 en 12, dat is Liam Kools en ook Elias Bellemans. Die proberen er het tempo in te houden bij de groep. Maar dus nog altijd vrijhouden mensen, groepjes renners, verspreid over het hele. We krijgen hier de eerste aanval van Luca van Hout. Dan allemaal bij het einde van de vijfde ronde halfweg koers hebben. Willems en het rug nummer 20 ook zet. Mertens doen alle moeite om dichterbij te komen. Klaar, dames en heren, hier is de volgende doortocht al voor.
Hij heeft een aantal renners inderdaad gedubbeld. Voor onze leider Luca van Hout met nog 4 ronden voor de boeg. Nog 4 ronden, Luca. Vier ronden af te liggen. Oei, daar is onze koploper al, denk ik toch, ja. Hij heeft een aantal renners inderdaad gedubbeld. Dan moet in ieder geval de 3 omhoog steken voor hem, hè. En voor iedereen, denk ik dan, hè. Nog 3 ronden, Joka. Nog 3 ronden, ook voor jullie. En hier is bij dat tweetal ook iemand weggereden. Nog 3 ronden voor Elvis dat, Floren winnen. En ook voor Dries de Potter, dus nog 3 ronden, Dries. Nog drie ronden ook voor jullie dus. Nog twee ronden. Ja, gedubbelde, jullie mogen niet overnemen, dat weet je. Ja, hier verliezen de Floren. Nog 2 ronden, jongen. Nog 2 ronden voor u. Twee ronden. Dat is normaal gezien onze derde man hier, denk ik, in de wedstrijd. Dries de Potter. Dries, nog 2 rondjes, jongen. Voor iedereen hier nog 2 ronden af te leggen. Nog 2. Onze derde man hier, denk ik, in de wedstrijd. Voor iedereen hier nog 2. En ook voor alles wat er nu nog komt. Nog 1 ronde hier. Winnaar is in ieder geval van de laatste. Winnaar is van 7 van 7 nog 1 ronde.
ronde van Stroom. En dan hebben we als op de tweede keer een applaus gedaan. Voor de kinderen om een verwachte. Aan ons. Spullen voor de plaatsen. Dat is onze derde mensen. De rode vlag van de principe, of de ambulance vlag, maar die principe van de rode broeders. Voor u is het aankomst zijn. Aankomst. Dat is de volgende aankomst. Aankomst. Ja, ze brengen allemaal vandaag. Op de tweede plaats met de brug nummer 19 hebben we Julie Brouwers. En als winnares met de brug nummer 27 Stefanie Nims. Waar is Julie? Ze komt er aan, Jezus. Hier is ze. Hier is ze. Ook zij krijgt dus natuurlijk een medaille. En de winnares krijgt een deken. En ik denk ook een bloemke. Dames en heren, wat ontbreekt er nog? Een applaus alsjeblieft voor dit podium bij de meisjes. Allemaal op hetzelfde hoofd gaan staan, dus voor de foto. Voor wedstrijdtrainer op de tweede plaats. Voor de Wienen. En de winnaar van vandaag heeft een one-man-show gemaakt op het laatste, Luca van Hout. De beker. En de bloemjes en het zoentje. Het zoentje. Goedendag. Dat is allemaal voor veranderen. Aan het podium van onze 12-jarige astronauten, deze nog een pauze, alsjeblieft. Dames en heren, ik kan u ook verklappen dat het voor u.